RO bespreekt samenwerking met Wi Uma Fusranang. Het ministerie van regionale ontwikkeling, RO, heeft in een gesprek met de voorzitter van Wi Uma Fusranang, Tanya Leo Asu, samenwerkingsmogelijkheden besproken. De samenwerkingsmogelijkheden hebben betrekking op landbouw in het binnenland. Het gesprek werd op donderdag 27 juni in de Kamer van de minister gevoerd. Op deze vergadering waren niet alleen de RO-minister Edgar Dikan aanwezig, ook de directeur van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland, DOAB, Leroy Jack en zijn onderdirecteur Marta Apai waren van de partij om van gedachten te wisselen met Leo Asu. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.